Wanneer heeft u het besluit genomen om weg te gaan als Kamerlid? Wat is dat? De tijd gaat zo snel, gisterochtend. Ja. En waarom bent u niet gewoon eerlijk geweest vanaf het begin? Dat heb ik net al beantwoord. Ja, maar ik vind het niet echt een antwoord. Ja, ik kan er verder niet op ingaan. Ik had dat anders moeten doen. En mensen maken fouten. En daar heb ik fout in gemaakt. En dat heb ik ook erkend. Daar staat ook in de verklaring. Dat grijpt me ook wel aan. Ik heb daar excuses voor gemaakt richting de fractie en de partij. Wat begin eerst met de brief van de heer Gaashoff. Geachte voorzitter, beste Khadija. Ik wil bij deze melden dat ik de Kamer met ingang van donderdag 7 juni zal verlaten. Vanaf eind november 2016 ontwikkelde zich geleidelijk een liefdesrelatie tussen partijvoorzitter Marjolein Meijer en mij. We waren daar allerminst naar op zoek. Het gebeurde onder ingewikkelde omstandigheden, zowel privé als in de werkverhoudingen. Daarbij heb ik grote fouten gemaakt die uiteindelijk het vertrouwen van fractie en partij hebben geschaad. Het spijt mij heel erg. De consequentie kan nu alleen maar zijn dat ik mijn functie neerleg. Met pijn in het hart, maar ik kan mezelf recht in de spiegel kijken. Aankijken. De constante in dit alles is mijn partner met wie ik al 22 jaar samen ben. Dit alles gezegd hebbende wil ik iedereen in de Kamer van harte bedanken voor de goede samenwerking. Je afscheid is niet zoals je het zelf gewenst had. Het is ook een afscheid waarvan je fractie, je kiezers denk ik ook enorm van balen. Ik hoop voor jou en je omgeving dat er rust kan komen na deze nare week. Ook wens ik je toe dat je snelle fiets je binnenkort naar een nieuwe bestemming brengt, waar jij je carrière voort kan zetten, het spel weer kan spelen en maatschappelijke resultaten kan boeken. Het gaat je goed, Rick. APPLAUS